Dit is het verhaal van een kleine held. Geboren in het oude Gent van voor 1900. Onder de rook van de vroege industrie. Hij is de zoon van een fresco-schilder en een trotse volksvrouw. Hij wordt knecht in de ijzergieterij op zijn 13e. Militair op zijn 17e. Hij komt in de hel van alle grote veldslagen van de Eerste Wereldoorlog terecht. Wat volgt is een leven van moeizame genezing van trauma's, dromen over schilderkunst, liefde voor romantische muziek, stille vlijt en toewijding, elektroshocks, gebed, stille volharding. Enkele maanden voor zijn dood schonk deze kleine, kranige held, mijn grootvader, mij twee volgeschreven cahiers waarin hij zijn herinneringen en geheimen had opgetekend. Een paar maanden voor, net voor zijn dood, hij moet dat gevoeld hebben, schonk hij me dat en zei, kijk, lees dat ooit als je tijd hebt. Ik heb hem eigenlijk op zijn sterfbed beloofd dat ik er iets aan mee doen. En ik heb daar 30 jaar mee gewacht. Omdat ik vreesde en wist dat op het ogenblik dat ik dat zou lezen, dat ik alle tijd zou vrij willen hebben om zijn verhaal te vertellen. Het is een zeer persoonlijk verhaal dat bijna een eeuw omspant. Wellicht de meest vredaardige en complexe eeuw ooit. Maar ook een verhaal van levensmoed, liefde voor de kunst en de kracht van een stille passie. Mijn grootvader, die mij zo nabij staat, is uiteindelijk een totaal ander mens dan ik. Ook al heb ik veel van zijn genen in mij, dit is een andere planeet waar hij heeft op geleefd. En dat was voor mij een grote ontdekking. En daarvan wil ik natuurlijk ook getuigenis afleggen.